heb je nooit dat je denkt, wat saai? In deze nieuwe Beam-video duiken wij in de wereld van de reformatorische kerk. En dat doe ik gelukkig niet alleen, maar ik heb hier Caroline, die uit zo'n kerk komt. Caroline, mensen uit jullie kerk worden ook wel eens revo's genoemd. Mag ik jou zo noemen of is dat bijna een scheldwoord? Nou, je mag me best wel revo noemen, maar met alle liefde word ik toch wel christen genoemd. Net zoals dat jij evangelisch bent, of ik noem jou evangelisch, maar eigenlijk ben je ook gewoon christen. Laten we dit revo-inkijkje beginnen in deze kerk. Let's go! Nou Caroline, we zijn nu in een echte revo-kerk. Ja, zeg dat. Ja, en jij mag eens even vertellen, waar zit dat hem in? Waar herken ik zo'n kerk aan? Nou, sowieso denk ik het grote orgel. Die zie je altijd wel goed. Ja. Er is niet heel veel versiering in zo'n kerk. En de preekstoel. Ja. Ja, deze is wel iets anders moet ik zeggen dan dat die bij ons is. Maar het lijkt er wel een beetje op. Maar die band? Nee. Die komt er niet in bij jullie? Nee. Dat is toch wel anders. Want ik zeg nu wel, dit is een revo-kerk, maar dat is eigenlijk niet helemaal waar. Want wij mochten niet in jouw kerk filmen. Hoe zit dat? Kun jij daar iets over vertellen? Ja, revo's zijn best wel lange tijd toch wel een beetje negatief neergezet in de media. Mm-hmm. En ik denk dat er toch bij mensen nog angst zit van dat we weer te kijken worden gezet. Ja. En ik snap die angst wel, anderzijds vind ik het ook heel jammer, want het is ook een mooie gelegenheid om juist openheid te creëren. Ja. Ja, want jij staat hier nu wel om ons jouw verhaal te vertellen. Ja. Super vet. Ik ben één keer in een reformatorische kerk geweest en ik merkte dat in de preek, ik begreep er gewoon niet heel veel van. Er kwamen woorden voorbij die ik oprecht nooit had gehoord. Gebruiken jullie dan altijd een hele oude vertaling of hoe zit dat? Ze gebruiken die vertaling eigenlijk omdat ze geloven dat dat de vertaling is die het dichtst bij de grondtekst ligt van de Bijbel. En bijbelgetrouwheid staat best wel hoog in het vaandel binnen reformatorische kerken. Omdat de Bijbel is geïnspireerd door de Heilige Geest en de Bijbel heeft gezag. Maar er is een Bijbel met uitleg gekomen en er staat het helemaal uitgelegd en ik heb hem ook voor je meegenomen. Oh, nou. Wil je dat zien? Oh, dat vind ik wel cool om te zien. Ja. Men drukte zijn voeten in den stok, zijn persoon kwam in de ijzers. En dan staat er bij de uitleg, in Egypte komt Jozef in de gevangenis terecht. Zijn voeten werden in een blok gezet, dat is in den stok. Dit helpt wel, ja. Ja, fijn hè. Maar is dit dan eigenlijk niet een vertaling op zich weer? Ja, je zou het eigenlijk bijna wel kunnen zeggen. Ja. Nou, bij mij ziet de worship in de kerk er zo uit. Maar bij jou, Caroline, gaat het er volgens mij iets anders aan toe? Hoe ziet jullie worship eruit? Nou, bij ons heet het ook sowieso geen worship, dus dat is wel grappig. Wij hebben geen fancy Engelse naam daarvoor of zo. Bij ons gaan we gewoon zingen. Ja. En dat doen we uit de psalmen. En er zijn zelfs gemeenten waar tegenwoordig ook liederen worden gezongen. Liederen komen niet rechtstreeks uit de Bijbel. Ja, zou je het zo kunnen zeggen? Ja, en daarom wordt er dus ook nog in de meeste kerken gewoon psalmen gezongen. Omdat ik net al zei dat bijbelgetrouwheid best wel hoog in het vaandel staat. Ja. Nou, maar goed, laten we iets zingen. Ja, heb je trouwens een favoriete psalm? Oh, ik ken alleen die van dat hert. Oh, ik weet niet eens. De jacht ontkomen is psalm 42. Ik weet niet eens de titel. Wat erg. Tij gaat er de jacht ontkomen. Schreeuw niet sterker naar het genot. Heb je nooit dat je denkt, wat saai? Jawel, tuurlijk. Ja, eerlijk is eerlijk. Ik zou bijvoorbeeld ook best wel eens fijn vinden om bijvoorbeeld ritmisch te zingen of liederen in de kerk. Ja. Maar ik weet ook gewoon, als dat zou gebeuren, dat gaat zoveel onrust geven in de gemeente. Ja. Dat het gewoon voor de vrede in de gemeente veel beter is als we het zo houden. En dat is ook prima. Nou, Caroline, wij staan nu in vol revo-ornaat hier. Mooi, hè? Komt dit dan uit de Bijbel voort, dat vrouwen in de reformatorische kerk een hoedje dragen? Ja, in Korinthe heeft Paulus het over vrouwen en dat het een schande is als zij geen hoofddeksel dragen in de samenkomst. Mm-hmm. En er staan natuurlijk wel meer dingen in de Bijbel over kleding en uiterlijk waar we nu ook niet meer ons aan houden. Maar daar houden we ons expliciet nog wel aan, omdat er in het Grieks voor het hoofddeksel een woord wordt gebruikt wat verwijst naar de scheppingsorde tussen man en vrouw in het paradijs. Scheppingsorde in het paradijs, ik vind dat moeilijk klinken. Is Eva met een hoed op geboren? Mannen en vrouwen zijn allebei anders geschapen, dat beleiden wij. En
nou ja, goed, om dat verschil dus ook zichtbaar te maken in je kerkgang, dragen dus vrouwen een hoed en mannen niet. Is het dan ook minder heilig als ik zonder hoed bijvoorbeeld de kerk, jouw kerk in zou komen? Als jij zeg maar nog nooit bij ons naar de kerk bent geweest of naar zo'n soort kerk, dan vindt niemand daar denk ik iets van. Maar als ik dat zou doen, vinden ze het anders, want ik ben ermee opgegroeid. Ja. En ik denk dat ik dan wel er even op aangesproken word. En hoe dan? Nou, dan komt de koster, heeft dus allemaal hoedjes liggen. Dat is heel grappig. Echt? Dus als je hoedje vergeet, kan je even naar de koster lopen en dan kan je even vragen om een hoedje. Hè? Maar het is, dan is het eigenlijk echt een schande dus als je zonder hoed in de kerk zou zitten. Nou, een schande, maar ze zien het, ja, het hoort niet. Wij hebben via Instagram gevraagd wat zijn nou vooroordelen die jullie hebben over de reformatorische kerk. Zij denken van binnen een reformatorisch gezin is er een hele strenge opvoeding. En daarom zitten we niet alleen hier met jou Caroline, maar ook met je ouders, want die hebben jou opgevoed. En een van de vragen of vooroordelen was eigenlijk, mensen uit een reformatorisch gezin of uit de reformatorische kerk kijken geen tv. Dat is verboden. Is dat zo? Eigenlijk is de tv... Dat is nog ingekomen doordat je een telefoon hebt waar je op je echt alles kan kijken. Ja. Dus in die zin is het die hele idee tv mag niet een beetje achterhaald. Wij zijn wel best wel geïnteresseerd in het Koninklijk Huis. Hm. Dus een programma zoals Blauw Bloed. Dat, of een natuur, een documentaire over de natuur. Of, yes. Maar Temptation Island komt er bij jullie niet in. Nee, ik zou niet weten wat het is. Hey, ik heb even een muziekfragmentje voor jullie. En ik laat jullie zien en dan gaan we straks... Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Een van de dingen die Beamers ook instuurde was... dat Revo's geen christelijke popmuziek zeg maar draaien... maar dat het vooral psalmen is, maar opwekking of Hillsong of zoiets als dit... dat komt er niet in. Hoe staan jullie daarin? Nou, het is muziek die mij niet echt aanspreekt. Ik vind het, als ik het heel platvloers zeg, vind ik het wat herrie. En dan gaat het ook meer om de muziek, zeg maar, dan om de inhoud van de woorden. En uiteindelijk is dat het belangrijkste. Mm-hmm. Kijk, als ik zing iets over Gods grote dansvloer, dan heb ik een beetje het idee dat God maar je vriendje is of zo. Mm-hmm. Terwijl God voor mij ook wel een heilig persoon is. Iets anders waar Beamers mee kwamen, is de vraag, mag je een relatie hebben met iemand die niet uit jouw kerk komt? Kijk... Wat ouders, heel veel ouders wel prettig vinden, denk ik, als ze heel eerlijk zijn, is dat hun kind een relatie aangaat met iemand vanuit hetzelfde kerkverband. Maar het is absoluut geen wet van mede en persen dat dat moet. Als het om hele wezenlijke kerndingen gaat die in de Bijbel staan, als je daar heel erg van verschilt, dan lijkt me dat heel moeilijk om met zo'n persoon een relatie te hebben. Dat je dan allebei gewoon ook heel anders in het leven staat. Ja. Maar op het moment dat dat niet meer heel erg verschilt van elkaar... Dan is denk ik mijn inziens een relatie wel mogelijk. Dus jij vindt niet dat je in je opvoeding per se beperkt bent in je relatiekeuze, zeg maar? Nee, zeker niet. Nee. Hey Caroline, dankjewel. Ik ga deze weer aan jou teruggeven. Je mag hier even, toppie. Dankjewel voor je openheid. Ik vond het heel vet. Ik vond het ook echt superleuk en ik hoop gewoon dat we met deze video bereiken dat mensen elkaar niet meer langer in hokjes plaatsen met heel veel vooroordelen. Maar dat we ons uiteindelijk gewoon focussen waar het echt om gaat in het geloof. En dat hoef je een persoonlijke relatie met God hebt. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. En heb jij vragen over de Revo-wereld? Stel die dan vooral even in de comments. Wie weet geeft Caroline er dan antwoord op. Tot volgende week!